Wargaming, een bedrijf dat je kunt kennen van natuurlijk World of Tanks. En binnenkort ook Master of Orion, een game die 25 augustus uitkomt uit de stal van Wargaming Labs. Ja, leuk, maar niet helemaal voor mij. Een andere game die ook uit de stal van Wargaming Labs gaat komen is Hybrid Wars. Ik heb hier de eerste beelden gezien en ik ben super enthousiast. Hybrid Wars is een twin-stick top-down shooter die gewoon lekker 80's voelt, lekker 90's. Het is lekker fout. Het werd getoond met echte rockmuziek, lekker knallen, veel explosies, veel chaos. Een aantal voertuigen, mechs, helikopters, auto's, noem het maar op. Gekkenhuis, hele toffe wapens, complete chaos. Maar de chaos is natuurlijk pas echt compleet als je de game speelt met 4 vrienden. Je kan kiezen uit een aantal verschillende personages. Deze personages hebben natuurlijk allemaal weer eigen abilities. Ja, je moet gewoon even je eigen speelstijl ontdekken. Je kan de game ook in story mode spelen. Die is ook coöperatief te spelen. Dat hoeft natuurlijk niet. En je kunt elkaar helemaal kapot maken in de versus modus. Wanneer deze game precies gaat uitkomen, dat is nog niet bekend. Wel is bekend dat hij gaat verschijnen voor de PC. Hopelijk ergens dit jaar. En ik zeg, kom maar op.